Hoi Sam Beers, welkom weer in een nieuwe video. In deze video ga ik in ieder geval even langs Bitcoin en ADA, maar ook een aantal aanvragen. Waaronder aanvragen van Monique, Simon, Victor, Frank, Anita, Gansemania en Paul. Hartstikke bedankt voor jullie aanvragen. Daar zit een Bitcoin Cash onder, een RLC, een Ivy, een Bond en een ATA. Ik hoop in ieder geval dat iedereen wat aan heeft. En laten we ook gewoon gelijk beginnen met Bitcoin. En ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren als je de video hebt afgekeken en het leuk vindt. Vind je dat ook leuk? Geef dan meteen een dikke like. En laten we beginnen met Bitcoin. Want Bitcoin, die nemen we gewoon altijd in het begin mee. Ook al doet het al weken niet echt veel. Want je blijft, tenminste, het doet wel in weken wat. Maar in dit gedeelte blijf je nu weer range. Tussen die 17.000 en die, ja, zeggen we bijna 21.000. Maar dan kom je steeds heel kort. En je ziet nu ook, je blijft maar gewoon op de daily. Je blijft het maar verliezen. Wil niet zeggen dat het nu dramatisch is. Vaak willen ze het dramatischer maken. Je moet ook een beetje weten waar je vandaan komt. En je bent nu gewoon die maanden gedaald. Kan alsnog gewoon verder dalen. En dat is het rotte eraan. En daarom kun je ook van dit soort trendlijnen maken. Dat je niet echt druk hoeft te maken totdat het hier doorheen breekt. En dat je dan wel licht in een retrace wat kan proberen. Maar je kan dan ook al te laat zijn omdat het dan in één keer zo move is hier naartoe. Want je hebt hier squares. Ik denk eerder, omdat we nu al deze fips hebben, dat we deze kleine ruimte gaan kunnen vullen. Als we wat lucht krijgen. Als we dan ook wat lucht kunnen krijgen, dan kun je dat ook zien bij bijna alle alts. Let dan ook op je bitcoin waarde. Want je ziet de bitcoin dominantie gekke dingen doen. En niet dat ik die nu even ga meenemen, want ik wil een aantal aanvragen gaan doen. Dus laten we er ook meteen mee beginnen met ADA. Want ADA die heeft vandaag de fossil hard fork op het testnet gelanceerd. Dan duurt het nog ongeveer een maandje voordat het op de mainnet te zien is. Of dat ze daarvan kunnen genieten. Dus dat blijft allemaal een beetje uitstel. En het blijft nog in ieder geval wel een beetje licht in de tunnel van ADA. Bij ADA blijft nog steeds het level houden. Wat ik al zeg, van houdt hij dit level niet. Die, nou zeggen we 39,40 cent. Dan kun je kijken naar het level eronder. En het gaat helemaal onder die 20 cent. Ik heb al wat andere levels eruit gehaald, maar mochten we hier nu dat support houden, dan zie ik ADA ook gewoon klimmen in deze ruimte. Ook met het fundamentele nieuws aan het einde van de maand. Het kan nu dus nog gewoon 4-5 weken duren. Maar dat kan zich ook terugvertalen hier naartoe. Want je bent nu ook alweer vanaf half, of eigenlijk begin mei, tot en met begin juli, dat zijn 2 maanden, ben je aan het range bij ADA. Je bent in het range, we gainen nog niks of we komen nergens uit, alleen in het downpatroon. En we beginnen een beetje structuur te maken. Maar je ziet, het is bijna dood. Ik vergeet eigenlijk even om hem op groot te zetten. Maar je ziet dat hij bijna dood aan het bloeden is. En het is dus al eigenlijk een maand lang blijf je dalen met ADA. Dus het kan net zo goed dit support verliezen en laag gaan. Omdat je ziet niet heel veel geld erin stromen zoals hier. Maar ook weer met ADA moet je beseffen dat je vanaf september, of tenminste ja, september 2021 aan het dalen bent. En je ziet dat die steile dalende trend een beetje aan het afbuigen hier is. Dus als we nu wat support kunnen verwachten, kijk ik nog steeds naar deze targets. Omdat deze targets hier hebben gewerkt. En hier, niet zozeer hier, omdat je hier de blauwe moving average hebt. En die heb je hier dus ook al een aantal keer gehad. Waar je veel moeite mee had. En dat komt helemaal vanuit hier. Dus allemaal plekken waar ik winsten kan pakken, mochten we hier naar boven gaan. 58 cent, de 70 dollar cent, de 90 dollar cent. En de $1,50 tot de $1,09 ongeveer. Let ook op die rode moving average. Die zal wel weer belangrijk zijn. Ik trade daar niet zozeer op. Maar net zoals hier is het een super mooie samenvloeiing op de 0,68. Dus een plek waar ik wel winst kan pakken. En andere fips die dat ook dan bevestigen. Daarnaast heb je hier dus ook, je hebt dit level gebroken. Je vindt er echt een 1, 2, 3, 4, 5 keer support op het level van die $1. Voordat je die grotere move kan maken. Dus er zit hier ook zeker wel wat resistance. Net als dat je hier in één keer bent gesprongen, kun je ook nog steeds in één keer veel verder naar beneden gaan. Dat is even ADA. Mijn eerste aanvraag is van Paul en dat is een ATA. Een ATA, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, een automata netwerk. Ik weet niet precies wat het is, maar je kan in de beschrijving van deze video bekijken wat ATA is. En zodoende heb je ook een beetje huiswerk gedaan van wat ATA is. Nu zeg ik van, ben je net een beginner, hoef je niet alles van elk bedrijf te weten. Want dan ben je meer tijd daaraan kwijt dan dat je gaat leren in een grafiek. In een grafiek wordt niet gelogen. Daar zit ook nieuws in. Daar zie je het geld in vloeien. Dus daar zit ook hele belangrijke data.
net als dat je met ADA gewoon een supergoede coin hebt en dat je daar in de toekomst natuurlijk, tenminste waarvan ik denk dat die nog wel blijft overleven. Ik vind het ook echt wel een slimme gast, die eigenaar. Ik zit hier even te kijken naar de opening van die ATA. Dat ligt een beetje bij die $3-4 cent. Dus dat is meteen je risico. En dan hoeft hij hem niet helemaal te vullen. Hij kan hem ook nu. En tot en met waar heeft hij hem? Maar het kan echt een, het hoeft hem niet helemaal te vullen. Maar mocht hij hem helemaal vullen, is het toch nog wel weer een ruime 60% naar beneden vanaf deze plek. En dat bereken ik vanuit die plek. Dus daarom denk ik dat het niet meer zo heel dramatisch kan. Maar vanuit die plek is het 70-73%. Vind je geld niet leuk? Gewoon weer even deze bodem testen. Hebben we dat risico ook meteen eruit gehaald. Is 22% of 23% naar beneden. Het liefst zet je ook hier je stop los onder die gekke wix. Als je dan hier doorheen gaat, dan heb je een grote kans dat je waarschijnlijk die openingscandle gaat vullen. En kom je daar dan is het misschien wel weer verstandig. Maar het kan nu ook gewoon zijn support houden. Wat ik al zei van, als Bitcoin eenmaal zijn support houdt en er vloeit wat geld in de crypto, en ook in andere markten, dan kun je ook met deze verwachten dat hij wel een move kan maken. Je ziet dat hij hier een beetje in vast zit. Tenminste een beetje. Je ziet ook dat hij hem net niet raakt en hier ook net niet raakt. Maar als hij dit punt raakt, dan verliest hij het. Wat ik ook zie, en wat veel van jullie moeten zien al als je mij al een tijdje volgt, is deze hele grote square. En die gaat een beetje van de $80 cent tot en met de $95 cent. Dus dat is best wel een groot gapend. Oh, excuses. Dus dat is best wel een grote ruimte die je daar kan vullen. Als ik dan naar daar eens ga kijken, ik zit van alles te drukken en ik wil daar heel even iets anders doen. Dan begin ik natuurlijk eerst met deze leg. Want ik weet echt totaal niet of je hier wel doorheen kan. Of tenminste, het kan er altijd wel doorheen. Maar je ziet dat hij daar al een half jaar heel veel moeite mee heeft. Dus als hij dan ergens doorheen, of tenminste als hij daar dan doorheen breekt, dan kan ik naar die grotere targets kijken. Maar voor nu zie je dat deze targets al gaan werken. Want hier heb je hem een aantal, of een paar keer, 1, 2, eigenlijk twee keer, bij die 0.26. En daarna ga je naar die 0.382 en dan kom je heel kort. Als ik ook naar een iets kleine tijdframe ga, 4 uur, en hij stond dus niet op automatisch. Ik vond het er al een beetje vreemd uitzien. En dit is het fine-tune ook weer. Dat is 4 uur, het wat preciezer maken. Maar je ziet dat ik hem dan iets meer naar boven moet trekken, want dit is niet echt piercen. Hier pierst hij, of tenminste het kan ook net zo goed piercen zijn, maar hier heb ik een teken dat hij hem raakt. Hij reageert erop, eigenlijk 3 keer dus. 2 keer, 3e keer. En eigenlijk hier tussendoor gaat hij dus 1 keer supersnel al daar naartoe. Vind daar goede resistance. Dus echt wel een mooie plek waar je winst kan pakken. Want vanuit hier ging je eigenlijk van een $28 cent weer terug naar de $12 cent. Dus dat is een gigantische downmove in 1 keer. En dat is ook weer, pak je dan geen winsten. Of tenminste, als je geen winsten pakt, dan ga je gewoon weer helemaal terug. En kan je zelfs door je stop los heen worden geraakt. Waarna het gewoon weer omhoog springt. Daarom ben ik niet zo van die 1, 2 procentjes, die 3 procentjes. Ik zie dat toch wel veel bij superveel van die day-traders of swing-traders. Ze geven het allemaal naar, maar 1, 2 procentjes in de crypto moet je echt niet willen. Want je ziet het hier. Zet jij hier dus een mooie trade en je denkt, nou, dit gaat het echt helemaal worden. Pak je ook geen winsten, valt die gewoon weer terug, door je stop los heen, gaat die toch nog iets verder. Maar daarna springt die gewoon weer omhoog, vindt die toch weer supportable level. Dit is echt gewoon even uit, daar moet ik terug. Hier val je naar beneden en je ziet al dat deze targets werken. Dus mochten we hier naar boven gaan, en ik kom straks wel op die iets grotere targets. Eerst dat beneden, dat was die 20% hier. En je ziet dat de markt gewoon niet echt veel, tenminste, het bubbelt wel een beetje, maar er komt niet echt heel veel geld in. Dus de kans wordt steeds groter natuurlijk dat je hier naartoe valt heel eventjes. Om daar weer wat vragen of tenminste geld te vinden die je naar boven kan brengen. Als we dan weer naar die targets gaan kijken, dan is dus die 21,5 cent dollar cent belangrijk. Dat is al een 35%. En dan ga je naar die 0.382, waar je hier dus ook bent geweest. En dat is een 77%. En dan ben je bij die $28 cent. Dus waar je hem hier 3 keer hebt geraakt, is een mooie plek. Hier dit zal ook een mooie plek zijn. Je ziet dat die 0.382 nu samenvloeit met die trendlijn, mochten we daar naartoe gaan. Of in dit gedeelte zijn. En de 0.68, die zit op dit gedeelte. Dat is $37, $38 cent.
Dan heb je toch over een ruimte van 142%. En dan ben ik nog hier onder aan het meten. En dan heb je nog de 0.786 en de 0.83. Een beetje rond die $45. Als je dan hier naar boven gaat, want je hebt daar, wat ik in het begin liet zien. En waarom pakt hij hem niet? Hier die hele grote square. Maar je valt hier ook naar beneden. Ik probeer hem weer eventjes weer terug te brengen naar die 1 NASA. En dan moet jij, die wik, die verpest het gewoon eigenlijk elke keer. Maar dan zie je hier dat je een mooie move maakt. En dan wordt het weer te gezellig. En je valt door die vloer heen. En je komt er niet meer onder vandaan. En je ziet ook hoe mooi precies die vips dat gaat, die ruimte meten. Want bij aan de onderkant, waar je hier dus ook dat support vindt en hier nog die move maakt. En die move duurde ook gewoon van september 2021 tot en met, nou, zeg maar eind november. Dus echt wel een mooie lange move. Waar je steeds winsten kon pakken. Wel gevaarlijk, want je had het risico onder je. Maar daarna val je eronder en dan laat je deze ruimte over. Als je dus naar die grotere targets gaat kijken, wat je dus nu bij best wel veel coins ziet gebeuren, dat ze in één keer die pump hebben. En dat zie je bijna altijd wel in die crypto. Maar als ze in één keer die pump hebben, dan kijk ik toch iets meer naar die hogere targets. Ik neem straks ook een RLC mee. Die sprong dus bijvoorbeeld in één keer hier naartoe. Een numerair volgens mij ook. Ga ik niet meer meenemen, maar probeer het ook zelf te bouwen. Als ik dan naar die grote targets ga kijken, dan heb je weer die 37, 38 dollar cent. Waar kwam die vandaan? Uit die kleine vis bij de 0.68 zat die. Dus een belangrijk level. Je ziet ook weer heel mooi op de dagelijkse. De rode moving average, 200 op de daily. Die vloeit nu super mooi samen bij die 0.37. Of 37, 38 dollar cent. Als je dan naar die grotere targets, waar ik niet naar kijk. Ik kijk er wel naar, maar ja, het kan zomaar daar naartoe gaan. En dan kun je daar je geld pakken. Maar op zich, de wereld en de markten zijn echt nog niet. Je ziet er gewoon niet veel geld of volume in vloeien. Maar dan heb je dus over een 77, 78 dollar cent bij de 0.68. En de ruimte naar boven heb je bij de 95 dollar cent en 1 dollar. En dan heb je het over die 0.76 en die 0.83. Paul, hartstikke bedankt voor je aanvraag. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik wil doorgaan naar een volgende. De volgende is Bitcoin Cash. Bitcoin Cash bestaat natuurlijk ook al een tijdje. Ken ik ook al een tijd, helemaal van het begin. Het was wel, denk ik, een van de eerste coins waar ik veel geld mee had verdiend. Van de alt. Misschien dat ik dat stuk bij kan pakken. Ik weet niet hoe snel mijn. Hij wil niet snel laden. Bitstamp zal. Nee, ik weet het niet. Volgens mij had je dat hier, die move. Deze move naar die 4000. En dan bekwam je echt helemaal van een paar dollar. Maar hier wil ik hier iets uit laten lichten. Want eigenlijk ga je terug naar 2019. En dan kan het echt nog gewoon dieper gaan. Maar omdat het niet echt een goede reactie, alleen hier zag je een reactie. En dan kon je ook zien van dat je hier een paar keer het plafond. Ik zal het iets meer inzoomen. Dus dat je hier die reactie, hier zag je mooie bounce. Want hier ging je vanaf de, ik zal het toch even met percentages doen. Vanaf de $400 of $380 naar een $800 is 110%. En dan kwam je eigenlijk op dit gedeelte. Dus waar je hier één keer, twee keer goede resistance vond in het waardeloze jaar. Of eigenlijk waar je geen range, waar je de bodem had gevonden. Maar waar je geen range en waar er geld in sprong. Spring geld in. Het houdt level, maakt structuur om een grotere move te maken. En het liet op zich een mooie move zien. Want je zag steeds een higher high, een higher low. Een higher high, een higher low. Een higher high, een higher low. Dat betekent dus dat je elke keer mooie winsten kan pakken. En met die retracement VIP had je die levels kunnen meten. Of met die extension tool VIPs had je die VIPs eruit kunnen. Of tenminste die targets eruit kunnen halen. En had je elke keer winsten kunnen pakken, positie vergroten. Winsten kunnen pakken, positie vergroten. Winsten pakken, een positie weer vergroten. En zodoende kun je in één zo'n move van een paar honderd procent of 1000%. Kun je echt duizenden procenten maken. Maar waar ik naartoe wilde gaan is dat je bij 2019 bent. En dan moet ik hem even wat anders instellen weer. Ik ben wat meer in die grafieken aan het duiken dan anders. Maar dan zie je ook meteen dat het wat langer duurt. Hier kom je eigenlijk, en je ziet ook hier, zie je geen beweging meer erin. Dus ik voel hier wel een reactie. Dat is deze reactie. Dus mensen die hier die bodem zagen, dachten we gaan hier weer kopen. Heeft het volgebroken. Echt super slecht teken. Maar het betekent ook dat hij ergens naartoe wil gaan. En hier heb je een hele grote square vanuit 2019. Dus eigenlijk waar hij de bodem vond,
Waar je Bitcoin toen volgens mij ook van de 3200 naar de, moet ik even denken, volgens mij 4200 zou gaan. Zag je ook Bitcoin Cash hier beneden zijn support vinden bij die $76 tot en met die $290. Dus een gigantische move. Maar het laat de curves achter. En wat ik eigenlijk wilde doen is naar 4 uur gaan. Want op een dagelijkse zie je niet of het squares zijn. Je kan het wel detecteren, maar op een 1 uur zou je het eigenlijk helemaal moeten bevestigen, een square. En als ik nu ook op 4 uur zit en ik ga naar het punt toe waar we die square hebben, dan kun je eigenlijk bijna zien waar die prijs naartoe wilde gaan. En daar heb ik ook die lijnen getrokken, want hier maak je een move, laat je eigenlijk een square achter, maar je maakt nog een retrace. Dit is eigenlijk zo vaak al genoeg om die retrace. Maar mocht dit wel nog een square zijn, dan heb je een target van $81, $82 beneden. Je bent nu bij die $102. Maar hier, kijk, vanuit deze candle, vanuit die candle van $85, $86, spring je weg en kom je niet meer helemaal terug. Dus je maakt een move en je komt niet meer terug. En daar is hij nu ook naartoe in het gaan. Tenminste, dat denk ik. En dan is het voornamelijk deze candle, deze, die een beetje vanaf de 91 tot en met de, die wick gaat helemaal tot en met de $106. Ik denk, mijn vermoeden is dat hij die wil vullen. Dus dat we eerst nog een stukje lager gaan. Als ik dan weer terug ga kijken naar de dagelijkse. En ik zal hem weer even automatisch zetten. Naar het punt waar we nu zijn. Dan zie je ook gewoon dat hij, ik moet hem toch weer even zo zetten. Dan zie je dat je daar nog een klein stukje van verwijderd bent. Nu zeg ik altijd, wees niet precies. En dat moet je hier ook eigenlijk uit leren. En dat is niet, dit is ook heel agressief. Dat is ook meteen heel risicovol. En probeer ook altijd ja, daar een plan voor te hebben. Doe ook zeker niet wat ik zeg. Want ik zeg dingen wat ik zou doen. Dat hoeft niet te betekenen dat jij dat zou doen. Want wat doe je daarna? Dat zie je niet in deze video. En dat moet je wel beseffen dat je een actie onderneemt. Je maakt een beslissing. En die beslissing, daarin moet je aan het einde van de rit moet je weer een ander soort beslissing maken. Of je dan verkoopt met verlies, break-even of met winst. Natuurlijk het liefst met winst. Maar hier, dit is het stukje van niet precies zijn. En misschien een wat wijdere stoploss zetten dan normaal. Of dan dat heel veel mensen zeggen. Maar dus dat je dat gedeelte hebt van dit stukje. En de target ligt eigenlijk hier bij die $91 van die candle. Dat is een 11%, dus dat valt best mee. En dan had je die andere candle tot en met de 86. Of de ja, 86 cent. En dan had je nog die ene. Ik druk hem iets te snel. Die $81, $82 was echt het onderste. En dan ben je toch bij een 20% naar beneden. Ik heb wel stoplosses van ruim 20%. Iets meer dan 20%. Ik wil het niet, maar ik doe ook altijd het liefst 2% van mijn kapitaal in een trade of wat ik wil gaan doen. Maar in ieder geval, dus dat is je risico. En tot en met hier is maar 10%. Dus dat valt vrij mee. En dan ook weer bij dit gedeelte. Je bent heel erg gedaald. En het laat niet echt veel geld zien. Betekent ook iets dat het niet echt super goed is natuurlijk. Dus het zit allemaal risico. En dat moet je allemaal in het plan hebben. Als je hier wat mee wil ondernemen. Maar als ik naar de targets ga kijken, doe ik eigenlijk gewoon hetzelfde. Ik zie hier weer een square. Wat je net ook zag bij ATA. Maar je valt niet vanuit daar. Maar eigenlijk vanuit daar. Dan heb ik deze targets. En op zich kan dit werken, want ik zie hier al een beetje bewegen, maar je ziet hoe stijl het daalt. Dus daarom, wees niet te bullish, maar wees niet ook te precies met je target. Als je ergens in gaat, want dan kun je er bijna altijd wel naast zitten, omdat je dan te lang wacht. Volgens mij zei Abdi dat van de week. Dus het risico staat op die 10% tot 20%. Eerste target 50%. Mooie risk reward. Dat ligt bij een $156... Als je naar de 0,382 gaat, dus bij de $192, heb je toch weer over een ruimte van 87%. En dan kijk ik nog niet eens veel verder dan die grotere move. Of naar die square die je hier ergens zag. Maar in ieder geval, dan heb je nog een 0,68. Kijk ook weer hoe mooi die samenvloeit met het gedeelte waar je hier voor het eerst weer een beetje leven in Bitcoin Cash zou komen. Dus dat level ligt weer bij die $250. Heb je weer over een ruimte van 140%. En dan kun je altijd nog iets hoger gaan. Maar ik zou niet te bullish zijn in dit soort markten of de tijden waarin we nu zitten. Want dit heb de crypto, maar ook heel veel. De aandelenmarkt hebben natuurlijk heel veel dingen meegemaakt. Maar de crypto heb deze tijden nog nooit meegemaakt.
Dus het is voor iedereen nieuw. En ik zou niet meteen in de keer 10 dingen of in de keer 10 Moonboy modus gaan. Dan ben ik eigenlijk ook wat voorzichtiger met de volgende aanvraag. Want de volgende aanvraag kwam eigenlijk uit een video die ik had gemaakt van... kunnen jullie een blueprint zoeken van Numerair of Bluecell? En misschien zijn Numerair en Bluecell wel de blueprints voor de rest. Dat moet je ook onthouden. Dus dat zij wat anders laten zien dan de rest... dat zij misschien al wat meer voorliggen op de rest. Of dat zij veel dieper zijn gedaald dan de rest. Ik zou ook zeker je Bitcoin kant daar met dat soort vergelijkingen erbij houden. Want eigenlijk wil je dat het beide klopt. De Bitcoin kant klopt met een blueprint. En de dollar kant. Ik zie hier in ieder geval die gekke wik, waardoor die hier... Een square, wel, ja. In ieder geval gewoon een gekke wik. En dan val je helemaal tot met hier. Als ik dan ook ga kijken naar... Ik wil eigenlijk een iets betere. Met iets meer historie. Kijk, daar is hij. Want met deze ben je dus eigenlijk in één keer naar die 0.382 gegaan. Weer een belangrijk level. En dit ziet er een beetje hetzelfde uit als Bluecell. Ik ga hem toch misschien even erboven doen. Ja, dat gaan we gewoon even doen. Bluecell. Ik heb in elke video volgens mij Blaze gezegd, maar het is Bluecell. En dan was dit weer niet. Nou, dit is weer omdat ik op die bovenste zit. Ik raak altijd in de war met dat door de trading view. Maar Bluecell die maakt dus ook een hele mooie move, maar is niet verder gekomen. Geen high gemaakt, deze square gevuld en daarna al het geld weer teruggeven. Met het risico dat je nog lager kan gaan. En deze wick die je bij de 4,5 dollar cent heb. Bij Bluecell. Want hier heb je ook dat level. Waar je hier ook dat support vond. Dus ik zie Bluecell ook nog wel dat breken. En dan dieper gaan. Maar voornamelijk dit stuk. En dan kun je weer bijna met elkaar vergelijken. Als je het onder elkaar zet. Dus wel echt super goed gevonden. Dat was een, in ieder geval een Victor en een Anita. En er waren er nog wel een paar. Hartstikke bedankt voor die aanvraag. Of voor het zoeken in ieder geval. Want het ziet er echt inderdaad vergelijkbaar uit. Nu is de vraag, gaat Bluecell iets hoger nog? Want hier heb je, of tenminste, Bluecell is hier hoger gegaan. Bluecell heb eigenlijk die eerste VIP-reeks die ik hier heb gemaakt, helemaal volgemaakt. Dus bij RLC kan je, of tenminste, bij RLC, ik zit alles door elkaar te halen volgens mij. Maar dat komt omdat ik verkeerd ik raak echt door de war door het training view. Bij RLC ben je pas bij die 0.382. Waar je ook die rode of die groene moving average hebt op de daily. En die rode moving average die vloeit een beetje samen met die 0.68. Maar in ieder geval, die... ik ben alles een beetje kwijt. Die Bluecell. En ik neem alles op gewoon achter elkaar. Ik zit niet te editen. Dan blijft het nog een beetje puur. Maar als je hier naar beneden gaat kijken. Die square filler ligt een beetje weer op die 15-20%. Maar ga je hier naar die rode moving average of die 0.68 of de move die Bluecell liet zien, dus dat een blueprint is om deze square te vullen, dan kun je targets hebben bij die 0.68 bij de 1.85 tot 1.90 en de 0.786 en de 0.83 rond de $2.30. Dan heb je toch over ruimte van 300% vanaf de prijs van nu. Als ik nu ergens in zou, als ik hier bijvoorbeeld in zou willen springen, waar ik nu echt wel een beetje geïnteresseerd in ben, dan wacht ik tot de prijs weer naar me toe komt. Want hier breek je uit. Misschien breekt hij niet uit. Het liefst meet ik vanuit hier. Maar ik wil toch altijd even kijken of ik hier al wat reactie op zie. En ik zie hier dus al wat reactie op. Als ik misschien nog iets dieper ga, dan zie je ook die reactie. Hier zie je, eigenlijk moet je, is dit de high? En daarna val je helemaal naar beneden. Dus ik zie toch niet heel veel reactie. Als ik hier kijk, zie ik iets meer reacties op de VIP's. En hier is eigenlijk ook het level waar ik vanuit wil meten. Want hier maak je nog een mooie... Of tenminste, hier zit je nog een beetje zijwaarts. In dit geval, je bent aan het klimmen. En dan opeens heb je die sprong vanuit hier. Dus vanuit hier wil ik het liefst bij die 0.68. Dat ligt bij een $98 cent. Of nog liever hier bij die 86 of $87 cent en een $83 cent. En nog liever hier beneden. Want je ziet hier ook wel weer je risico meteen zitten. Deze risico. Hier een beetje vanaf die $65 cent tot de $60 cent.
zit een square, net als dat je die hier hebt. Dus allemaal plekken waar je naartoe kan gaan, mocht die prijs naar me toe komen. Maar het liefst zie ik hem hier ergens support vinden, of hier ergens support vinden, om wellicht die grotere move te maken naar die 0,68 op de $1,88. Gaan we dan hoger, of laat Blue Cell wat anders zien dan anderen, of is dat de blueprint voor ons? Of ik heb het over RLC. Dan kijk ik naar deze targets. En Blue Cell ging dus meteen hier naartoe. En dat ligt weer een beetje bij die 1,70, 1,75. Die vloeit wel weer heel mooi samen met die rode moving average. Dus misschien dat je daar naartoe moet kijken, naar het grotere plaatje. Want dat zag je dus bij die Blue Cell. Blue Cell, die viel eigenlijk vanuit deze. Dit is zeg maar wat ik net maakte. En dan zie je hier dat Blue Cell meteen hier naar die 0,786 is gegaan. Dat grote plaatje, dat heb ik misschien bij een andere waar ik zo direct... Bij Ivy is dat, denk ik. Ja, bij Ivy. Dat is ook een mooie, meteen een bruggetje naar Ivy. Ook met Blue Cell moet je toch echt zeker altijd even naar die Bitcoin kant kijken. Want er gebeuren daar best wel mooie dingen. Waar ik het vaak heb over dat je onder de moving average zit. En dit zijn niet de beste tekenen. Je hebt hier ook nog allemaal squares onder je. Dus je hebt hier een hoog risico. Maar je bent nu boven die moving averages met een sterke move. Je laat ook een higher high zien op dit gedeelte. Maar nog niet op dit gedeelte. Je blijft nog die lower highs creëren wat je hier ook in die trend hebt. Maar het lijkt wat geld in te vloeien. En misschien dat we wel wat anders kunnen laten zien als hij nu nog een high maakt. En dat hij dan dat structuur maakt om hier uit te kunnen komen. En misschien dat we wellicht eens een keer naar die targets kunnen kijken. Om deze squares te vullen. Maar ja, wat ik al zei, ik ben nooit super bullish. Helemaal niet met alt. Wel met een bitcoin. Want kijk hoe lang je daaronder bent gebleven. Daardoor zie je ook hoe sterk bitcoin is. Bitcoin houdt beter zijn waarde. Dit houdt veel minder zijn waarde. Maar nu zie je wel weer het anders. Het breekt nu dit level. Waar je echt wel een hele tijd in vast zit. En wellicht nog wel langer. Hè? Wellicht dat je vanuit hier, eigenlijk kan je vanuit hier meten. En dat is september 2020. Dus je zit zo lang vast. Je breekt eruit. Je vindt nu, nou nog niet helemaal. Je ziet dat je nog veel lager kan gaan. Begin dan ook weer met die FIPS te werken. Maar ja, het kan met crypto gek lopen. Kijk, hier ben je eigenlijk al bij die 0,68. Als je hem vanuit hier meet, kan je nog wel wat lager. Ik vind dit nog iets mooier eruit zien. Maar omdat hij hier al een beetje reactie hebt op die, niet de reactie die je wil zien op die 0,68. En het lijkt eigenlijk dat je meteen lager kan kijken. Ik vind, als ik hem zo doe, vloeit die 0,68 super mooi samen met dit gedeelte. Hier vind je de hele tijd dat support. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer. En dan vind je de hele tijd gewoon moves van een... dat is even weer in de bitcoin kant van ongeveer 70-80%. Dus hier, hier, hier. En daarna boeit het niet meer, want je breekt eronder. Maar je breekt dus die downtrend vanaf september 2020 tegenover de bitcoin. Laat nu maar de prijs weer naar me toe komen, wat ik al zei. Bij Blue Cell ook, maar ook bij RLC. En volgens mij had ik die dan weer beneden. Ja, die had ik hier beneden. Laat hem maar naar me toe komen. Je ziet ook hoe graag die nu naar beneden wil komen. Laat hem maar komen. Een andere die ik wel van veel aangevraagd kreeg deze week, dat was Ivy. En dat is Davy Money, Davy.money. En dat was onder andere van Frank. En de andere namen heb ik helaas vergeten op te schrijven. Maar hartstikke bedankt voor jullie aanvraag. En hier heb je iets soortgelijks. Tenminste, hier moet ik eigenlijk vertellen van... Hier heb je een soort van fake-out. Dus dan hoef je eigenlijk nog nergens druk om te maken. Maar je ziet wel, het klapt wel, het laat het geld zien. Dus het breekt die downtrend, maar het houdt het niet vast. Dus laat hem nu ook maar het vasthouden. En als je, of tenminste, als je dan ook verder gaat kijken, dan zie je ook bij deze dat hij in één keer het grote plaatje pakt. Gewoon meteen naar die 0,236. Want als ik hem vanuit, hoe ik hem bij de meeste coins heb, dan heeft hij zelfs die hele VIP-reeks gewoon helemaal aan gort gemaakt. Want je gaat hier in één keer in een pump naar boven. En daarna geef je het ook gewoon weer meteen terug. Dus als ik gewoon heel simpel deze omkeer. En dan bij de punt waar je wegspringt neerzet tot het punt waar je bent gekomen. Zie je dat je al bij die 0,786 bent. En dat het nog niet eens wel heel veel kracht hebt. En dat je weer onder die
resistance lijn zit. Dus ja, het liefst koop je nog lager, gewoon weer helemaal beneden. En dan kun je misschien nog wel wat levels eruit halen. Bijvoorbeeld hier waar je dus een aantal keer dat resistance vond, wat nu voor support geeft, dat is $613. Maar het liefst zo laag mogelijk dan. Want vanuit die move hier, die 437, zou je het liefst willen hebben. En je ziet dat die prijs naar je toe is gekomen. En misschien dat dit wel iets kan laten zien. Een ander ding is dat je ook moet zien, is dat het wel... Hier zit nog een gigantische square up. En daar ben je nog niet geweest. Bijna, maar nog niet helemaal. Dus dat is even... Ivy for targets. Ik zou hier gewoon rustig aan mee zijn. Omdat hij nu al die move heeft gemaakt. Als ik dan naar targets ga kijken, dan zou ik hem eerst vanuit die gekke wick hier. Want deze wick die breekt hem allemaal. En als je dan vanuit hier support gaat vinden of hier. Ja, ik zou niet zozeer... Ik zou het liefst deze ruimte gewoon intreden. Niet zozeer investeren. En dan kan ik altijd wat erin laten. Mochten we hoger gaan. En hier zie je eigenlijk ook... Eigenlijk val je vanuit hier. En dan ben je bij de 0.5 gekomen. Dat, voor mij is dat geen belangrijke VIP. Niet in wat ik heb meegemaakt. En hier zie ik toch maar één groene candle. En hier zie ik ook op de weg naar beneden veel meer reactie. Dus ik laat hem gewoon even zo. Dat hij de 0.236 heeft gepierst. En laat hem dus maar eerst dat risico eraf halen. Dus het liefst weer hier naartoe gaan. Bij die 0.68 of bij die 0.786 of die 0.83. En dan weer structuur maken of hier uitbreken. En dan een structuur maken om hoog te kunnen gaan. Als ik dan in die targets verder kijk. En je ziet ook weer die rode moving average ook je resistance is. Daar pierst hij door. Je ziet hoe groot die candle is geweest. En het is een calculated chart. Dus het kan ook bij anderen wat anders zijn. Tether is er niet beter op. Je ziet toch wel dat hij overal die gekke wick heeft gemaakt. En die andere, de Ivy met de ene, niet. Maar de 0.382 zit op een $1,534. De 0.68 op een $3,900. Als je dan ook kijkt, dat die, hier zie je ook die $3,900 wel een belangrijk level is. Dus dat zijn je targets voor het grotere plaatje. Maar zoals ik al zei, van, je hebt hier een bodem gebroken. Je hebt hier een lower lower gemaakt. Het hoeft niet zozeer deze hele grote ruimte. En er zit nog een square up hier beneden rond de $200 tot en met $250. Dat is even Ivy. En ik wil het hier eigenlijk bij laten. Omdat het eigenlijk wel genoeg tijd is. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie gauw snel weer te zien. Ik ben er in ieder geval wel. En ben je nog niet geabonneerd? Vergeet, of tenminste, druk dan even op die abonneerknop. En er zit ook zo'n duimpje naast. Druk er ook op als je het leuk vond. Hartstikke bedankt. En ik zie jullie gauw weer terug. Adios.